In het kader van Wereldmilieudag, die valt op 5 juni, zijn er vandaag door het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, ROM, 3 milieudocumenten aan de president overhandigd. In deze documenten zijn verschillende actiepunten opgenomen hoe het milieu, met name in Suriname, beschermd kan worden. Noemenswaardig is ook dat de documenten door het team bestaande uit alleen vrouwen met diverse specialiteiten in elkaar zijn gezet. President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat met deze documenten nieuwe strategieën voor het beschermen van ons land zijn uitgestippeld en dat deze heel goed gebruikt zullen worden. En uiteraard ontvang ik dit namens de regering en ik wil dank uitbrengen aan de minister met zijn team voor het ontwikkelen van deze boeken die in feite de basis vormen van onze nationale strategie. Zowel nationaal als internationaal. Zeer veel dank en we zullen ervoor zorgen dragen als regering samen met u dat we dit gaan uitvoeren om ons planeet te beschermen, om ons land te beschermen en zorgen dragen dat de mensheid blijft voortbestaan. Milieuwetenschappen en technologie zijn volgens ROM-minister Marciano Dassai niet meer weg te denken. Suriname is volgens de bewindsman gezegend met verschillende biodiversiteiten. Echter, hij geeft aan dat deze vaak genoeg vernield worden door verschillende aspecten, waaronder kleinschalige goudwinning. Volgens Dassai integreert dit programma aspecten om landdegradaties tegen te gaan. Ook bezit het een nationale biodiversiteitsactieplan. Het richt zich op institutionele versterking, het verbeteren van monitoring- en beoordelingssystemen en het bevorderen van duurzame landgebruikspraktijken. De tweede is de geactualiseerde Nationale Biodiversiteitsstrategie en Actieplan, oftewel NBSAP. En dit plan biedt een uitgebreid kader voor het behoud van onze rijke biodiversiteit, het waarborgen van duurzaam gebruik en het bevorderen van eerlijke en rechtvaardige verdeling van de voordelen van genetische hulpbronnen welke aansluit bij het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework en het VN-verdrag inzake biologische diversiteit.